Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een hele leuke unboxing. Ik kan echt niet wachten om deze pakketjes open te maken. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Dus als je ook heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten naar de webshops en alle linkjes gewoon naar de items toe. Dus dan moet je daar even een kijkje nemen. En ik ga hier gewoon alles laten zien. Ik ga het ook aandoen of omdoen. Want ik heb namelijk een heel leuk pakketje van My Jewelry. En dat is echt een van mijn favoriete webshops. Dus ik ben echt helemaal blij dat ik weer een nieuwe samenwerking heb. Ik had ook nog een pakketje van Le Olive. Dus die ga ik ook eventjes openmaken. Maar ik ga beginnen met de items van My Jewelry. Dus heel veel kijkplezier. Ik heb een beetje een combinatie tussen kleding en sieraden. Ik draag namelijk echt super veel sieraden van hun. En ik dacht, ik ga gewoon van allebei een beetje nemen. Als eerste heb ik een nieuw armbandje. Ik had dit armbandje ook al bij iemand anders gezien. En ik vond hem echt super leuk. Het is echt zo'n schakelarmbandje die je dan ja, zo open en dicht kan doen. Dus dit kan je ook best wel makkelijk zelf. En ik dacht gewoon bij de rest van mijn armbandje staat dit gewoon super leuk. Ik hou er gewoon van als het helemaal vol is. Dus dat is deze. Je hebt hem ook natuurlijk in het goud. Bijna alle sieraden heb je in het zilver en in het goud. Dat vind ik ook super fijn. Want ik draag natuurlijk alleen maar zilver. Maar als je dus alleen maar goud draagt, kan je die ook kopen. Deze was 20 euro. Dus dat is dit leuke armbandje. Ik zal hem gelijk eventjes omdoen. Oké, ik heb hem eventjes omgedaan. Dit is het armbandje. Het kaartje moet er natuurlijk wel even van af. Maar ik vind hem echt mega leuk. Dus dat is deze. Dan als volgende heb ik een kledingitem. Wat het namelijk is, het is een soort zwarte satijnen pantalon. En ik had deze op TikTok voorbij zien komen. En ik vind hem echt zo mooi. Het is echt een hele mooie satijnen stof. En het voelt een beetje aan alsof je denk ik gewoon een joggingbroek aan hebt. En ik denk dat dit er super chic uitziet. Hij loopt helemaal gewoon straight leg uit. En ik heb dus van die nieuwe Nike Dunks met zwart en wit. Dus ik dacht hoe leuk is dan om deze broek daarboven te doen. Ik zie het gewoon al helemaal voor me. En ik heb wel meer zwarte broeken. Maar eigenlijk had ik zo'n satijnen broek nog helemaal niet. Dus deze. Deze is volgens mij 50 euro. Ja, 49,99 euro. En ik heb hem in een maatje M. Dus ik ben ook benieuwd hoe lang die is. Ik ben zelf niet super groot. Maar dat gaan jullie dus zo even in de aanbeelden zien hoe die bij mij staat. Oké, ik heb de broek aan. Hij sluit aan de bovenkant echt super mooi aan. Alleen hij is aan de onderkant wel iets te lang. Helaas, maar ik moet gewoon een stukje korter maken. Voor de rest zit hij eigenlijk echt super lekker. Heel erg leuk. Dus dat is de satijnen broek. Ik kan echt niet wachten om deze bijvoorbeeld naar stage of zo aan te doen. Maar ik denk dat het ook heel erg leuk is met uitgaan met een mooi topje erop. Dan heb ik nog een armbandje besteld. Het is best wel een simpel armbandje. Is dat zo'n armbandje die je gewoon zo open kan doen? Ik zal hem gelijk eventjes omdoen. Maar ik vind het er altijd dus heel erg leuk uitzien. En dan ja, hier erbij, nou net als wat ik daarnet eigenlijk zei, hoe meer armbandjes hoe beter. En deze kan je ook nog eens makkelijk omdoen. Dat vind ik ook wel eigenlijk best belangrijk. Want als ik ze dan afdoe, dan moet ik ze ook weer makkelijk om kunnen doen. Dus dat is die. Er staat niks op. Het is gewoon echt een zilver, zilveren zonder gravering of iets. Je hebt hem ook in het goud. Ook heel erg leuk. Deze is ook 20 euro. En de sieraden van My Jewelry die verkleuren niet. Dus dat is echt super fijn. En ik draag ze ook eigenlijk altijd met douchen en het is gewoon top. Ik heb ook een kettingje. Die draag ik eigenlijk ook altijd. En hij is nog nooit verkleurd. Dus dat is super fijn. Dan wisselen we het weer af naar een kledingitem. En dit is volgens mij een rokje. En ik zag dit rokje echt helemaal voor me. Even kijken. Als eerst vind ik het printje echt super leuk. Het is met rood en zwarte soort blaadjes. Heel cute. En ik dacht straks, als je wel blote benen met zwarte laarzen en dan een zwarte trui of zo erop, dacht ik, dit is echt helemaal top. Het ceintuurtje zou ik zelf persoonlijk denk ik niet omdoen. Maar het is gewoon, ja, ik zal hem eventjes zo laten zien. Oh, die ceintuur kan je wel heel makkelijk eraf halen. Dus dan kan je gewoon zelf kiezen hoe je hem aandoet. Het is gewoon zo'n rokje, eigenlijk best wel simpel, maar door het printje maakt het extra leuk. En ik dacht zo weer lekker met blote benen.
En dan die laars en dan zo'n truitje erop. Ik heb deze in een maatje M. Volgens mij had je er ook een topje bij, maar ik vond het rokje juist heel erg leuk. Ik heb deze dus in een maatje M en hij is 36 euro. Ik vind de rokjes van My Girly echt precies op maat vallen. Ik draag meestal een maat 38 qua broek. En een M van rokjes en broeken. En dat zit bij mij eigenlijk altijd perfect. Dus deze kan weer bij de verzameling van de rokjes. Super leuk. En ook een heel fijn stofje. Dus dat is ook wel belangrijk. En eigenlijk een rood rokje had ik nog helemaal niet. Oké, dit is het rokje. Ik vind het rokje echt super leuk. Ik zou wel dit eruit halen. Want dat vind ik iets minder. Maar voor de rest vind ik hem echt super leuk voor in de zomer. En je kan dus ook het zwarte blouseje erop doen. Dus dat is dit rokje. Hij schijnt ook niet door. Dus dat is wel echt top. Dus dat is die. En dan gaan we weer verder naar een sieraad. Namelijk, ik heb echt super leuke oorbelletjes. Ik ga ze er even uithalen. Wat het namelijk zijn. Het zijn van die oorbellen. Ik heb 3 gaatjes. Die vind ik heel erg leuk in mijn tweede gaatje. En dat zijn dus van die oorbelletjes die je zo om je oor heen doet. Dus dan zit dit aan de voorkant en dan gaat het zo naar de achterkant. En dat geeft gewoon een heel leuk effect. En er zit een leuk hartje in met een klein pareltje. Heel schattig. Ik kan hem anders wel eventjes indoen. Dan laat ik het gelijk even zien. En ik was dus echt nog op zoek naar zulke oorbellen. Dus ik ben echt heel blij dat ik ze heb gevonden. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Ja, dus dan heb je hier heb ik gewoon een klein steentje. En dan hier deze oorbellen. Echt heel leuk. En dan hier nog andere gave oorbellen voor. Ja, ik heb nu dan gewoon even deze ringen in. Maar ik denk dat het echt heel leuk staat. Oh ja, ik film dus ook met licht van buiten. Dus het wordt nu opeens heel donker en dan wordt het zo weer licht. Maar het is even niet anders. Oh, hier ben ik echt heel blij mee. Ik ga die ander denk ik ook gelijk in doen. Nou, aan de andere kant zit hij er nu ook in. Oh, ik ben hier echt zo blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk. Je kan hem natuurlijk ook gewoon in je eerste gaatje doen. Of als je maar 1 gaatje hebt. Gewoon daarin. Maar ik vind het gewoon heel leuk om dit te combineren met andere oorbellen. Ik denk dat ik wel met die ringen het nu iets te heftig vind. Maar voor deze video helemaal prima. Dus dat is die. Dan heb ik nog een kleding item. Ik heb er echt veel zwarte items besteld. Namelijk een heel leuk blouseje. Oh, ik kan ook echt niet wachten om deze te dragen. De stof voelt echt top aan. Het is gewoon een zwart blouseje met hele leuke mouwen. Hij is gewoon wel echt een beetje van dat blousestof. Dus wel een klein beetje doorschijnend. En ik heb deze heb ik in een maatje S. En deze is €39,99. Kwaliteit voelt echt top aan. En ik dacht leuk met een leren broek. Maar gewoon met een spijkerbroek kan natuurlijk ook. Ja, gewoon een zwart blouseje. Echt niet heel veel over te vertellen, maar wel echt mega leuk. Dus dat is dit zwarte blouseje. En hieronder heeft hij dus een beetje van dit, beetje dat doorschijnende. Dus dat is die. Oké, ik heb de zwarte blouse aan. Hij zit echt mega lekker. Ik zou hem denk ik niet combineren met een zwart. Nou, het kan wel, maar dan wordt het wel heel zwart. Ja, gewoon echt een mega leuk blouseje. Dus hier ben ik ontzettend blij mee. Hij schijnt ook totaal niet door. Maar hij is wel hier op de mouwen. Heeft hij een beetje dat kant wat heel erg leuk is. Dus dat is het nieuwe zwarte blouseje. Dan als volgende heb ik nog een jurkje. En dit is eigenlijk meer een onderjurkje. Maar ik kan hem ook gewoon in de zomer dragen als gewoon normaal jurkje. Het is eigenlijk een heel basic zwart jurkje. En ik vind het dus ook heel leuk om hier bijvoorbeeld een wit t-shirt en zo onder te doen. Die trend van een tijdje geleden. Deze is €25,99 en heb ik in een M. Zodat hij niet heel strak om mijn lichaam heen zit. Want dat vind ik niet heel mooi. Maar het is dus eigenlijk een onderjurkje. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om gewoon in de zomer of naar het strand te dragen. Dus dat is deze. Heel leuk jurkje. Dus daar ben ik ook super blij mee. En ik ga ook even alle items aan jullie laten zien. Maar dat hebben jullie dan waarschijnlijk al gezien. Dan heb ik ook nog een pakketje van Le Olive. Dus die ga ik ook eventjes openmaken. Oké, ik heb de doos opengemaakt. En even een momentje, want de doos is altijd echt prachtig. Het is gewoon super leuk om cadeau te geven. En het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Dus hier ben ik altijd zo blij mee als ik dit krijg. Ik heb nu ook een cadeautje voor een vriendinnetje gekocht. Die ga ik wel eventjes laten zien. Maar ja, ik ga
de doos even netjes houden. Zodat ik die ook aan haar kan geven. Want dat is wel zo leuk. En dan gaat hij altijd met zo'n magneetje. En dan ziet het er altijd zo uit. Echt heel leuk. Ik ga dus nu even voorzichtig doen. Want er zit namelijk voor mij ook een cadeautje bij. Voor een vriendinnetje. Dus ik ga het even voorzichtig eruit halen. Als eerste zitten er pantoffeltjes in. En die vind ik echt zo leuk. Oh, ik heb ze van dat ding afgehaald. Nou, die horen hier aan. Met mijn initialen JLS. Dat zijn mijn initialen. Kijk zo. Hoe leuk is dit? Voor in huis. Ik zal er even eentje aan doen. Ik zal niet mijn voet in beeld doen. Dat vind ik altijd een beetje vies. En dan heb je zo hele leuke... Nou, mijn voet kwam alsnog in beeld. Hele leuke pantoffels. Oh, ik vind ze echt heel leuk. En ik heb ze in een maatje 38, 39. Want je had dus van die combinatiematen. Je had hem volgens mij ook in het roze had je. En in het goud volgens mij. Dus ik heb ze nu even allebei aan. Zitten echt heel lekker. En ik heb ook nog een hele leuke toilettas. En ze komen in van die mooie zakken. Deze bewaar ik ook altijd voor spulletjes. En kijk hoe mooi deze toilettas is. En hier staat in het goud. Moet je even goed kijken. JLS, ook mijn initialen. En dan heb je dus hier de toilettas. Echt prachtig. En daar past ook echt mega veel in. Dus deze ga ik zeker bewaren voor mijn make-up. Of, nou kijk, wacht. Er kan echt mega veel in. Het is echt een hele fijne toilettas. Dus dat is deze. Ik ben hier zo super blij mee. Ik heb dus een maandelijkse samenwerking. En echt al mijn pyjama's en allemaal dat soort dingen. Die zijn allemaal hiervan. Ik heb een pasjeshouder. Die zal ik even laten zien. Nou, ik heb ook bijvoorbeeld een pasjeshouder die ik van hun gebruik. En ook een paspoorthouder. Vind ik ook echt super fijn. Dus eigenlijk al mijn spulletjes allemaal van Le Olive. En het is ook altijd leuk om cadeau te geven. Dus dat is mijn nieuwe toilettas. En mijn nieuwe pantoffeltjes voor mezelf. En daar heb ik dus ook voor een vriendinnetje iets uitgekozen. Ik hoop zo dat het leuk is geworden. Namelijk zo'n soort pyjama. Maar dan zo'n jurkpyjama. Oh ja, heel leuk. En dan heb ik hier haar initialen op laten zetten. Dus hier staan haar initialen. En dan is dit de pyjama. Ik heb deze zelf ook. En ik vind hem echt heel leuk. Dus dat is deze. En deze ga ik weer terug in de doos doen. Want dan geef ik het cadeautje gewoon in de doos. Ga ik hem eventjes erin doen. Heb ik een heel super leuk cadeautje voor haar. Dus dat waren alle items die ik heb gekregen. Ik ben er echt super blij mee. Als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!